de nodige jaren gezeten. Ziet de kamer er nog hetzelfde uit? Nee, helemaal niet. Zoals, ik heb hier gezeten van 78 tot 94. Niet helemaal op deze kamer. Ik heb ook even boven gezeten. Maar de meeste jaren heb ik dus echt hier gezeten. En toen hadden we prachtige eiken tafels met grote stoelen. En hier stond een groot bureau nog van Elisabeth Stroeve, een sociaal verhaal. Het is ook altijd een sociale zakenkamer geweest. Maar nu is het ja, een beetje modern aangepakt. Het enige waar ik nog blij mee ben, dat is dat mijn glas- en loodraam er nog hangt. Ja, we zien het staan, kunnen er even naartoe lopen. Want wat is de traditie achter deze ramen? Nou, alleen als je heel lang wethouder bent geweest, dan krijg je dus namelijk een raam. En nou, ik ben dus hier staat in dat ik vanaf 70, 94, dus van 78 tot 94 ben ik wethouder geweest. En dit is dan het wapen van de familie Hoen in de hal van het stadhuis. En daar ben ik trots op dat het hier hangt. Heel bijzonder. En dat is, het beeld is ook maar heel erg mooi. Dat is een houten beeld. Is dat, maar zijn de warmte is eruit. Het is een kille toestand geworden nou. En wij ontvingen hier altijd de mensen die het moeilijk hadden. En dan dronken we daar een kop koffie mee. Want als je ze alleen maar een kop koffie geeft, is dat niet gasvrij. Dat is net of jij niet mee wil doen. Mm-hmm. Dit was toch een heerlijke warme ontmoetingsplaats. En ik vind hem nou wat te cool geworden. Niet meer bij u passend? Nee. Ik zou dat nooit geaccepteerd hebben. Meer het sociale stukje, de warmte, de gezelligheid opzoeken. Ja, een beetje de oude meubels en zo. En dat is doodzonde. Voor de rest hebben ze het stadhuis fantastisch gerenoveerd. Schitterend is dat. Toch een klein stukje nostalgie, ondanks het andere meubilair. Heel veel mooie zaken opnieuw gemaakt. En ik ben er erg trots op dat we dat hebben gedaan. Alleen de invulling van het interieur, heb ik gezegd, hebben ze me niet te dank afgenomen. Dat ik vond dat het bij IKEA meubels waren in een oud stadhuis. En dat vonden ze niet zo prettig. Nee, ja. Kan ik me iets bij voorstellen. Tot de aard zit, hè. Maar dat was, vroeger was het de trouwkamer, de commissiekamer. Mm-hmm. En daar hing een heel groot schilderij. Bruidspaar zat dan hier en daar hing het schilderij. En dat schilderij, het wist niemand eigenlijk wat het betekent. Toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen bleek dat de Bijbelse verhaal te zijn van de onoverspelende vrouw. Dat was het bruidspaar. Dat is handig in een bruidspaar. Dat bedoel ik. Ja, dat hing daarop. Dat is echt historisch. Ja. Hangt er nog dat schilderij, hoor. Dat is Legion, ja. Overspelige vrouw. Ja. Mooi. Hè? Leuk. Dankjewel, Jan. John. Ik vertel net, in jouw kamer hangt het schilderij van de overspelige vrouw. Ja. En dat was vroeger de trouwkamer, het bruidspaar. En die keken dus dan toen naar... De kruis Susanna. Ja. Hi. Hey. John. Sanna. Danielle, hallo. Ja, wij zijn op campagne. Oh, dat is campagne. Campagne. Is dat ze op kamer ging zijn nummer? Nee. Kant, ik heb even... En met z'n wel vrijgesproken, geloof ik, en de heren wordt opmaskerd. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Gelukkig wel. En dat is het Salomons oordeel, hè, want het is ook rechtsorde geweest. Deze kamer, dus er zijn twee baby's. Eén moeder vond dat baby doet in bed, dus morgens. En toen zag ze dat de baby van de andere moeder haar baby was. Dus ze hadden twee moeders. En Salomon was wijs en zei, ja, hak het maar aan tweeën. Hè. En toen zag de echte moeder natuurlijk van, nee, dat geef hem maar haar. Dus werd het opgelost. En hij achter u is 13 jaar te zien, 1673. Ja. Dus hij heeft twee keer Maastricht bezocht, één keer doodgeschoten. En we zien hem altijd op zoek naar zijn leek. Nooit gevonden. Nooit gevonden, maar voor dat winnen we een extra toeristische attractie. Hè. Ja, klopt. Dus, maar goed. Wie weet wat er nog onder de Pietersberg ligt. Ja, ze vermoeden in Wolde eerder, een kerktouw of gaat. Ja, mag je. We knippen. Ja, is dat ja. Goed? Ja, nee, prima. Inmiddels zijn we in de Prinsenkamer aangekomen in het oude stadhuis, al waar de trouwplechtigheden plaatsvonden. Ja. En het beeld van Napoleon? Ja, dat kan ze overal in Maastricht nu trouwen aan, of neem je op de stad toe, zelfs bij de toes.
Maar Napoleon was natuurlijk een kind van de verlichting. Er zijn twee dingen memorabel. De verlichting, toen wordt gezegd, de reden is bepalend en niet meer God. En de kerken werden in bezit genomen, de kloosters werden gesloten. Werd allemaal verkocht en viel ten goede aan de staat. Maar het ging om verstand. En toen de Mosasaurus hier is meegenomen door de Fransen, nog onder Lodewijk XIV, geloof ik. Dat was zeer bepalend, want die Mosasaurus, en het draak, daar leek dat op, wordt bewees dat de wereld niet door God wordt geschapen in 4000 jaar, zoals ook de Bijbel wordt berekend, maar dat miljoenen jaren uit moet zien. En dat was de inspiratie voor de Franse revolutie, om te zeggen, de natuurwetenschappen, daar komen we vanaf. Napoleon was natuurlijk daar kind van, heeft hier wel betekend voor Europa, in de zin van ritten kadasteren ingevoerd, ritten de achternamen ingevoerd, de straatnamen, de huisnummering, noem maar op. Maar ook de wetgeving, de Code Napoleon, zowel het wetboek van strafrecht, Code Penal en de Code Civiel, het burgerwetboek, heeft er ingevoerd. En bij het burgerwetboek had dat groot belang, want daarin komt ook het personenrecht aan de orde. En Napoleon wil graag scheiden. Maar daarvoor was natuurlijk de godsdienst bepalen. En dat mochten ze niet zeggen, tenzij toestemming van de paus. En hier heeft de echtscheiding in de Code Civiel mogelijk gemaakt. Dus daar profiteren nu nog heel veel leuks aan. Ja. Dus dat is wel leuk vooral om hem te weten. Toch bij de Janon Tour, zelfs op de laatste plaats waar we aan doen, krijgen we nog een stukje historie. Dankjewel. Ja, hier gaan we. Fantastisch, leuk verhaal. Goed verhaal. Ik heb nog één leuk verhaal. Dus een verhaal, een grap en nog een hoerheid. Dat is van de tijd van Dibbets. Jullie weten dat de Maastrichtenaren niet bij Nederland wilden horen in de tijd van Dibbets. Maar de generaal Dibbets hield de stad toch voor de Nederlanders, enige in Limburg zo'n beetje. En volk kwam in verzet en er waren een paar verzetstrijders die zijn in de grote sociëteit gaan zitten op het Vrijthof en die hadden een plan beraamd om Dibbets te vermoorden. Dus ze hadden daar uren over vergaderd hoe ze dat gingen doen. Ja, wat is dat? Rond 1850 in die tijd. Hè. En toen gingen ze naar buiten om de plannen te volstrekken en toen zei een van, kijk eens wat een mooi weer, een mooi terras, laten we even nog op het terras gaan zitten. En ze zitten er nog steeds. En ze klagen nog steeds over de politiek. En eigenlijk is er dus niks veranderd. Maar Jan gaat met zijn hele partij, dadelijk met de Maastrichtse Volkspartij, ze gaan het anders doen. Ze gaan doen wat ze zeggen. Ja, dat doen wij ook al. Dus dat, is, dat komt goed uit. Kunnen we daarom heeft hij hier ook zo lang gezeten. Ja, zeker. Zeker. Goed zo. Goed. Ja. Hartelijk dank. Veel succes. Dankjewel.